Dag dames en heren. Vanmorgen vroeg stond er nauwelijks wind, bijvoorbeeld hier in het uiterste zuidoosten van Brabant. En in combinatie met een aantal wolkenvelden leverde dat natuurlijk een prachtige zonsopkomst op. Maar die wolkenvelden die zijn op sommige plaatsen nog wel eventjes hardnekkig. En die kunnen we terugzien op de satellietbeelden de echte dikke bewolking waaruit ook regen valt, ja, die ligt overigens op ruime afstand van ons land. Maar we zien in onze omgeving dus toch wel wat bewolking klaar liggen. En als we inzoomen op Nederland, dan kunnen we dat ook terugzien. In het oosten was er vanmorgen vroeg bewolking aanwezig en er lag een pluk met bewolking ten noordwesten van ons. En dat is geleidelijk aan het land opgeschoven. Schuif verder naar het zuidoosten. Daarachter zitten vooral hele mooie opklaringen. En ik denk ook dat deze bewolking geleidelijk aan deels gaat oplossen. En dus krijgen we vandaag uiteindelijk overal heel veel zonneschijn. Nog een enkel wolkje vanmiddag. Een beetje sluibewolking. Uiteraard blijft het droog en de temperaturen lopen hoog op. Ook in het Waddengebied wordt het ruim 20 graden. En in de rest van Nederland zo'n 23 tot 26 graden. Een 27 graden in Sils-Vlaanderen sluit ik overigens niet uit. En ook vanmiddag staat er niet al te veel wind. Vanavond volgt een rustige zomerse avond. De temperaturen liggen nog lange tijd op een aangenaam niveau. Zelfs na zonsondergang is het nog op diverse plaatsen meer dan 20 graden. En vannacht, met een enkele nevel of mistvlak, daalt uiteindelijk de temperatuur naar een graad of 13. Morgen woensdag dan zien we uiteindelijk de zon overal weer uitbundig tevoorschijn komen. Er zijn wel wat sluierwolken, misschien dat er in de ochtend in het noorden wat bewolking is. En kijk eens naar de temperaturen. Het is bijna in het hele land meer dan 25 graden, zelfs 27 of lokaal 28 graden is als maximum mogelijk in het zuiden van het land. Kijken we dan wat verder vooruit, dan zien we geleidelijk aan dat er toch wel wat veranderingen aan zitten te komen. Er komt wat meer bewolking opzetten in de loop van de week en er volgen ook een aantal buien. Donderdag is dat nog een enkele bui en dan kan het in het binnenland overigens nog wel op veel plaatsen meer dan 25 graden worden. Fijne dag verder.